Nadat Park Veldzicht zijn zwembadfunctie verloor en totaal verloederde, nam een paar jaar geleden Tony Bros het initiatief het park op te knappen en een nieuwe maatschappelijke functie te geven. Zaterdag 11 mei konden bezoekers de eerste open dag beleven en zien wat Park Veldzicht te bieden heeft. Hartelijk welkom Park Veldzicht, dankjewel voor het mooie weer wat jullie mee hebben gebracht. Nou, we hebben geen route, je kunt vrij rondlopen. En ervan genieten. We hebben een openstelling vandaag om de mensen kennis te laten maken met Park Veldzicht zoals het er nu uitziet. En wat kunnen mensen hier vandaag allemaal zien? Hoe het nostalgische zwembad natuurlijk. Het is een stukje nostalgie. Het oude zwembad is omgetoverd tot een kinderboerderij / park. Er zijn van allerlei dingen te doen. Onder andere de beesten zijn te bezichtigen. Ook de zwembaden zijn gevuld met vissen. Er zijn activiteiten, er zijn wat bedrijven die zich presenteren. En de lunchroom is geopend. Dus er is koffie, thee en gebak te krijgen. Want Park Veldzicht, wat is de geschiedenis daarvan? Park Veldzicht is heel lang een openluchtzwembad geweest dat in de zomerperiode geopend was. Daarna door bezuinigingen helaas zijn ze gestopt met het zwembad. Het is daarna een drietal jaar dicht geweest. Het is in die periode ook erg vervallen geraakt. Er zijn heel veel vernielingen helaas ook toegebracht. En ja, het is nu weer door initiatiefnemer Tony Bros, door een burgerinitiatief weer opgenomen. En nu is het omgetoverd tot Park Veldzicht. Park Veldzicht gaat heel veel activiteiten ook bieden. Kunt u daar eens over noemen? Ja, nou, de Park Veldzicht is 3 dagen in de week op dit moment activiteitenbesteding voor mensen met een beperking. Dat wordt verzorgd door Prisma. Daarnaast willen we ook in de toekomst iedere zaterdag open gaan. In het zomerperiode. Overigens daarnaast op afspraak. Dus als je zegt, nou, we willen met een groep komen, is het altijd mogelijk om dat via afspraak te regelen. En het park, gewoon het park laten zijn voor iedereen, door iedereen. En wat kunnen mensen als ze hier een afspraak maken komen doen? Mensen kunnen koffie drinken in de lunchroom, koffie met gebak erbij. Ze kunnen ook activiteiten doen. Er is een gebouwtje waar creatieve zaken gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld een kinderverjaardag gehouden kan worden. Er kunnen ook workshops gedaan worden. We hebben contacten met het bedrijfsleven. Er staat een tent van Vrijswijk verhuurd. Er kunnen bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, maar ook grotere feesten gegeven worden. We hebben ook de mogelijkheden om met de dieren iets te doen. Educatief voor scholen. We hebben contacten ook met de bijen. Dus als iemand zegt van ik vind het leuk om met een buurtvereniging een workshop over bijen. Dan kunnen we dat ook regelen. Dus er zijn eigenlijk mensen in contact brengen met de natuur en het bedrijfsleven. Ook weer in contact brengen met de mensen. Dat is eigenlijk het idee achter Park Veldzicht. Op www.parkveldzicht.nl kunt u al informatie vinden. Daar staat ook een contactgegevens op. Er staat ook een e-mailadres staat erbij. Dus ja, u mag ook iemand aanspreken. Als er auto's zijn en er brand ligt, zijn we open. En anders kunt u altijd even via de website een afspraak maken met een van de bestuursleden of met de beheerder Tony Bros.